Burgemeester van Alkmaar Anja Schouten heeft dinsdagmiddag in de Grote Kerk de Wandel Vierdaagse Alkmaar 2022 geopend. Goedemiddag, welkom in de Grote Kerk bij de start van de Vierdaagse. Het belooft een hele mooie editie te worden. Ik heb een paar leuke cijfers voor u. We doen 3600 deelnemers mee, waarvan 883 voor de eerste keer. 181 mensen gaan hem voor de 14e keer lopen. En dat betekent dus dat ze alle edities hebben meegedaan. 26% van de mensen is een mannelijke wandelaar, 64 een vrouwelijke. Dus we weten waar het sterke geslacht zit. De gemiddelde leeftijd is best hoog. Die is namelijk 62 jaar. Maar dat kan ook niet anders, want de oudste wandelaar is 100 en de jongste is 8. Er zijn 424 wandelaars uit de gemeente Alkmaar en alle 12 provincies zijn vertegenwoordigd en zelfs 5 nationaliteiten. Kortom, welkom allemaal bij deze ontzettend mooie wandeltocht. Ik hoop dat iedereen een hele mooie kilometers maakt, veel plezier beleeft. En dan zie ik ze zaterdagmiddag op het Waagplein weer om ze ontvangen met een grote borst. Dus tot dan. Mijn naam is Jan Houtenborst, ik ben de bestuurslid van de Champion. En vandaag hebben we de opening verricht voor de 14e wandelvierdaagse van de gemeente Alkmaar. Waar 3600 mensen deelnemen. Sommige mensen doen al mee voor de 14e keer. Oudste deelnemer, 100 jaar. Ik heb hem nog niet ontmoet. En de jongetjes af, die heb ik ook nog niet mogen ontmoeten. Maar dat ga ik zeker doen de komende dagen. 4 dagen, prachtig mooi weer. Maar het wordt hier inderdaad behoorlijk zwaar, denk ik. Vanaf 5 uur konden deelnemers hun startbewijzen ophalen. Zij ontvingen na het tonen van hun deelnemersmail de stempelkaart. De start- en finishlocatie is dit jaar voor het eerst bij de Grote Kerk en op het Canadaplein. Vanaf die locatie wordt elke dag gestart en gefinished, behalve op zaterdag, want dan is de finish op het Waagplein. De wandelroutes voeren door Alkmaar, Bergen, Dijk en Waard, de Egmonden en Heiloo. Op vrijdag is de pelgrimsroute die via het Heiloerbos langs het Witte Kerkje en het historische landgoed Ter Koelster voert. Vlak hierna komen alle afstanden samen op het landgoed Willy Brodders om vervolgens hun eigen weg te gaan.